Ja, als we het dan toch over Feyenoord-verzamelingen hebben, is dit er natuurlijk ook één. Want ja, die mensen hebben gewoon heel de hersens vol met Feyenoord. Ik ben blond, dus ik heb een geheugen van een kwartier. Dus je hoeft het ook niet in te leveren, hè, die andere. Nou, weet je wat, het is heel anders als je bent een speler en als je bent een fan. Als een fan, dan je weet bijna alles. Maar de spelers zijn normaal bezig met zijn, zijn waard, weet je wat. En het is heel anders. En hoe lang ben je in training al voor professor Feyenoord? Een kleine week. Kijk, wij hebben de taak om fijntjes uit te delen. Ja, daar ben ik heel blij mee, want die heb ik dus al gehad. Ja. Ondanks dat ik misschien echt nul vragen weet, tenminste antwoorden. Als de camera uit kan nu even, want Frans weet namelijk alle vragen. Dan kunnen we nog even een beetje uit een soort mijn van... hoofd. Ja. De antwoorden niet overigens, maar de vragen wel. Oh ja, dat is een beetje jammer, want ik denk een beetje voorkennis zou wel van pas komen voor ons zometeen. En denk jij hardop, want ik zit vlak achter je, dus ik zou het wel heel tof vinden als je echt gewoon... Laat kraken die hersens en zo, dat wij wat meekrijgen achter je. Normaal gesproken niet, maar ik hou er vanavond rekening mee. Nou, hey, onwijs veel succes en we zien je met de huldiging dan wel. Okay. Want zou je goed staan, man, die cape? Ik denk het wel, ja. Ik denk het wel.